Als ik 's ochtends binnenkom, is het uiteraard eerst is je alarm afzetten, licht aanmaken. Dan doe je computer aan. Het eerste wat je doet is even je mailbox checken. Vervolgens doe je het reserveringssysteem aan. Goedemorgen. En dan open je ook je backoffice. En zo heb je dus op dagbasis een stuk of 5-6 programma's die je draait. En daar werk je mee. Van internetbankieren tot reservering maken. Af en toe dingen opzoeken, googlen. Dat hoort bij ons vak. Ik ben op vakantie. Ja. Hoe was het? Dat was leuk. 3 weken. Koud weer, hoor. Ja, super. Hallo. Dat is een nieuwe stagiaire. Oké. Deze week begonnen. Ja. Selcam Travel. Selcam is een afkorting van twee lieve dames in de familie, Selma. Ja. Dat is de blanke tak en Kamela is de zwarte tak. Uit respect voor de twee dames is de naam. Wat moest er geëerd worden? Kijk, in onze cultuur is het zo dat als moeder, zus, schoonzus veel gedaan hebben, ons grootgebracht, want mijn ouders waren vrij vroeg overleden, hebben ze ons grootgebracht en met name Kamela. Selma is dan de vrouw van een neef van mij, die een Hollandse dame. Die was ook altijd klaar om ons te helpen hier voor studie, voor allerlei andere zaken. Dus twee dames die veel gedaan hebben in de familie. Zeg je daarmee dat dit een familiebedrijf is? Eigenlijk niet. Het was een situatie waarbij ik dus werkloos was. Afgestudeerde stedenbouwkundige. En Arnold Kopp, mijn blanke vader, zoals het heet. En we dachten van, weet je, ik had hem eerder leren kennen op een andere locatie, reisbureau. En toen dacht ik van, als wij hier een multiculturele reisbureau neerzetten in een kleurrijke omgeving, dan heeft dat kans van slagen. En we zaten inderdaad op de goede lijn. De gedachten waren goed. Zijn kennis en mijn andere kwaliteiten hebben samen gebundeld. Toen zijn we hier begonnen met reizen verkopen. Gewoon tickets, bustickets, vliegtickets. Maar je was stedenbouwkundige? Ik was inderdaad, in 1984 was ik afgestudeerd stedenbouwkundige in Delft. En daar heb ik 5 jaar heel veel plezier gehad. Het was de periode dat grote stedenbouwkundige uitbreiding plaatsvond, als Spijkenissen, kapellen. Dus wij dachten, lekker job doen. We gaan straks dorpjes ontwerpen, uitbreidingen. Dus het was eigenlijk een beetje in de flow van, hey, dit is genoeg werk. En daarna kwam de grote bezuiniging en alles werd afgebouwd. Spijkenissen was klaar, Kapellen was klaar, Vlaardingen was klaar. Dus ja, dan zit je dan van, oh ja, oei, dat is niet goed. Na het afstuderen was het over en uit, geen werk, niks. Dus wij moesten ons brood verdienen. En ja, stedenbouw, dat is natuurlijk een fantastisch mooi vak. Volg je het nog? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben iemand die af en toe droomt. En dan droom ik nog steeds van, Ik ben aan de slag, ik doe wat, ik ben bezig met die plannen. Ik ben altijd benieuwd naar het concept, vanuit welke gedachten wordt zoiets ontworpen. Een mooi voorbeeld is Burj Al Arab. In principe zijn er gewoon 3 lijnen. Dus een rechte lijn, die schuine, zeg maar, het zeileffect en de onderlaag. 3 lijnen, dat is het concept. We zitten nu over stedenbouw te praten en je glimlacht van oor tot oor. Ja. Kunnen we datzelfde gesprek ook met diezelfde glimlach ook over reizen hebben? Ja, reizen is eigenlijk uiteindelijk onze passie. En ik heb het met heel veel plezier
de afgelopen 25 jaar gedaan. En nog steeds hebben we er niet genoeg van. Want elke keer als je dus een reis boekt en de klant zit voor je, dan leef je mee. Je gaat gewoon eigenlijk eventjes met de klant op vakantie. En dat vakantiegevoel is denk ik het mooiste gevoel wat je kan hebben. Geen koffie, maar thee. Thee. Alsjeblieft. Dank je. Is dit een uitzoekklusje voor vandaag? Het is een pakket naar Mauritius. In de omgeving van Grand Bay, een aantal informatie over hotel, 4-sterren hotel. Dat kan je vandaag van mij even uitzoeken en dan hoor ik het wel. Ja? Ja. Van wie is deze winkel? Deze winkel is van Jenny. Ja. Je moest er even over nadenken. Nee, ik moest even over nadenken, maar goed, hij is van Jenny, ja, klopt. Hij is de eigenaar ervan, dus ik heb overal afstand van gedaan. Dus toen ik met pensioen ging, dus zeg maar. En wanneer ging u met pensioen? Toen ik 65 was. Maar dat is nu 20 jaar later inmiddels. Ja. Dus wat doet u hier dan nog? Nou, gewoon leuk werken. Ja. En om bij de mensen te blijven. Ik bedoel, als ik thuis ben, dan doe ik niet zoveel inspiratie op als hier. Zie je, dus dan kun je hier vluchten boeken. En dan heb ik hier een plekje dus waar ik dus, ik heb maar even gezegd van High Speed, die hebben dat. Hè? En dan kun je hier dus die arrangementen neerzetten. Goedemiddag allemaal. Mag ik die wat rijden neerleggen? Wat volgens? Omdat jij bent, mag ik wel. Over het Chinees nieuwjaar morgen. Begint om 1 uur. Ik hoop dat jullie er ook zijn en dat het weer meewerkt, hè? Is de kruiskade, we maken er iets leuks van. Zeker. Lekker hoor. Heel mooi. Fijne dag. Wat doe je hier, Guno? Ik coördineer onderdelen van het Chinees Nieuwjaar, waaronder alles wat in het park gebeurt. Maar ook in de straat, dus ik heb een bepaalde helikopterview en zorg dat het goed loopt. Waar gaat het Chinees Nieuwjaar over? Nou, dit moet het jaar zijn van loyaliteit, bezieling, passie en kracht volgens mij. Dit jaar is het het jaar van het park. Waar vul jij je dagen mee? Nou, 5 jaar lang dus met het Chinees Nieuwjaar onder andere. Het Kitty Kotti feest doe ik. Ik ondersteun de ondernemersvereniging. Ik zit ook vaak bij de Alliantie West-Kruiskade. Met mijn vriendin beheer ik een bedrijf hier aan de West-Kruiskade ook. Nu ook een project werk aan de kade met jongeren. Vanuit de gedachte van, hey, die mogelijkheden die we hier hebben met elkaar, moeten we ook jongeren in laten delen. We gaan een project in leven roepen. Waarin we stagiaires ook zeg maar een kans kunnen bieden. Dat zijn 2 heel belangrijke dingen waar ik mee bezig ben. Evenementen ontwikkelen en neerzetten. En het ontwikkelen van stageprojecten voor jongeren. Ik heb de VWO gedaan tot de 6e klas. Een half jaar voor mijn examen ben ik gestopt. Daarna heb ik een tijdje bij mijn moeder in de onderneming rondgelopen. Ik heb 2 jaar jongerenwerk gedaan. Vanuit die opleiding heb ik SPA gedaan, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Daarna ben ik weer gaan ondernemen. Dus ik heb mijn eigen weg eigenlijk wel lopen. Geleerd van de straat, zeg maar. Ben je religieus, Gino? Ik ben niet religieus. Ik geloof in God. En ik geloof dat elke religie een betekenis en meerwaarde heeft voor de mens. Het belangrijkste wat ik vind, is als je respectvol met de verschillen kan omgaan. Dat is wat ik naleef. Wij zijn Hindustanen van Indiase afkomst en dan gaan we terug naar de jaren midden 19e eeuw. Na de afschaffing van de slavernij kwamen onze voorouders naar Suriname om daar op die plantages te werken. Wij waren dus gewoon boeren, kinderen van landarbeiders. Elke weekend ging mijn vader naar de markt om te verkopen. Mijn vader was een venter. Pa zei, jongens, allemaal helpen, want we moeten alles oogsten, want zaterdag moet alles naar de markt, moet geld op. En dan liep je op korte broek met blote voeten en alles werd dan op die manier gedaan.
En totdat wij zeggen, weet je, we gaan weer naar school. Dus ja, qua ontwikkeling, hele rare momenten meegemaakt. En dan in de bedrijvigheid krijg je natuurlijk ook een hele opvallende situatie. Door omstandigheden had ik Arnold niet leren kennen, dan was het zeker iets anders geworden. Had ik misschien ergens een job gehad of een winkeltje gedraaid. Ik ga overwinteren. Is lekker. Hoe lang gaat u? Nu? Een paar maanden. Lekker. Die vrijheid heb je toevallig dat je zo lang kan blijven. Ik krijg geen sociale steun, dat heb ik nooit gehad. Ik heb hier gewerkt. Ik heb op school gewerkt. Met plezier. Dus ik heb nooit een dag sociale steun gehad. Altijd gewerkt. En dan heb ik nog een klacht. Waarom ben je gebonden aan een tarief van je bent verplicht een terugdatum te bepalen? En soms lukt het niet, dan moet je extra 100 gaan betalen. Ja, en dat is te veel voor die mensen met een AOW. Ja, ik snap het ook. 7 december moet Hilda naar Suriname. 7 december? Ja. Huh? Hoe jong bent u? Meneer, 5 november was ik 80 jaar. 80 jaar, 5 november. Heeft u een goed leven gehad? Ja. Altijd. Ik ben gelukkig getrouwd. Al bijna 50 jaar. Met een lieve man. Zachte man. En ik heb altijd een goed leven gehad. Nu word je niet. Ja, je kent ons. Hoe komt het dat u een goed leven heeft gehad? Luistert u, een goed leven, je moet luisteren naar je ouders. Je moet goed luisteren naar je ouders. En niet zeggen van, het hoeft niet. Want die hebben ervaring. Dus als je ouder tegen je zou zeggen van, liever doe je dat niet. Je mag je commentaar hebben, maar je moet respect hebben voor die woorden van die ouders. Dan zal je zien dat het zal gaan. Ik ben voorzitter van voetbalclub in Rotterdam-West. Eén ouder gezin, nou, tel ze. 3/4 één ouder gezin. Dan komen ze bij ons inschrijven en zeggen, ja, waar zijn je ouders? Ja, mama werk ik. Nou, kom een keertje met je moeder, ga je inschrijven. En dan praat je met zo iemand. Met zo'n moeder zeg ja, meneer, sorry, ik moet hard werken om alle eindjes aan elkaar te knopen. Ik heb liever dat hij komt voetballen in plaats dat ze dus 's avonds ergens op het pleintje hangen. We hebben elke week 2, 3, 4 gesprekken met zo'n jongen die dreigt te ontsporen. Die dreigt in de zin van misdragen op het veld. Die pakken gewoon rood. Soms is het potverdomme, het weer een ellende. Maar we hebben een paar bestuursleden die elkaar sporen van hé jongens, dit moeten we pakken en dit moeten we niet laten schieten. En dan zeggen altijd, er zijn 3 fases in je leven. Dat is 1. Als je bent geboren, want je krijgt alles van je ouders, pamper, luieren, kleren, blauw, eten, drinken, alles. Je gaat studeren, je maakt gebruik van de diensten van het land, van studie, et cetera. Je krijgt allemaal. En dan, wij gebruiken nu. Dus fase 2 is, we use it. Weet je, alles wat wij doen en we gebruiken. En straks, meneer Kok, moet je teruggeven. 3 fasen. 1, you get it, you use it, and you give it back. Ik heb een zoon van 21. Wauw. Ja, dat zeg ik ook. Ik was heel jong vader, dus ook wel trots hoor. Maar het bracht ook wel heel veel verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat ja, ik wil gewoon dat mijn kind stabiel opgroeit. En gescheiden, dus bij zijn moeder opgegroeid. Maar contact was er wel altijd. Maar het was wel een confrontatie ook met mezelf. Van nou, zo had ik mijn leven niet gezien. Ik ben zelf in een gebroken gezin opgegroeid. Nee, dat was voor mij een ramp hoor. Dat heeft me ook jaren beter gehouden. Van nou, hoe is het zo ver kunnen komen, hè? Dus ja, dat waren gewoon pijnlijke jaren. De eerste jaren na de scheiding liep het wel met schulden voor om. Van nou, je hebt niet de bijdrage geleverd die je eigenlijk in je hoofd had of had voorgenomen om te leveren. Heb je het gevoel dat je
het met die jongen straight hebt gemaakt? Met je zoon? Ja. Wat zeg je dan tegen elkaar? Wat ga je erin te vragen, Tom? En dan zit ik aan de sparoot en hij een bakootje. Geniet ik ook van. Dan moet ik toch uitkijken dat ik niet kan zeggen van doe het zo, kijk daar vooruit. Want dan ga je zijn leven voor hem inrichten. Maar die angst heb ik wel van, ik hoop dat je de juiste dingen doet. Dus voor mij is het van binnen toch altijd wel onrustig. In de zin van, ja. Maak je zorgen over hem? Nou, ja, af en toe wel. Af en toe wel, ja. Hoe is dat, zorgen maken? Ja, zo. Dat je dat vraagt. Ik heb dat voor het eerst echt meegemaakt toen ik een jaar of 12 was. En dan ging hij met vrienden weg. En ik bleef dan thuis koken. Hè? En dan maak ik een tijdafspraak bijvoorbeeld van nou 6 uur binnen. Ja, is goed waar. 7 uur nog niet binnen. 8 uur nog niet binnen. Nou, ik zweet. En daar merkte ik van hoe het is om je zorgen te maken om je kind. En dan moet ik ook wel zeggen dat ik daar ook ineens meer bewondering kreeg voor wat moeders meemaken als ik in de grond moet brengen. Dus, het is voor de vader ook gewoon dus heel erg, een touwtje bezig. Ja, mij in ieder geval wel. Ja. Ik denk dat ik een tevreden mens ben. Ik ben gezond. Ik kan alles eten, drinken en... Nee, ik ben tevreden, ja. Als ik het over zou moeten doen, dan had ik het misschien hetzelfde gedaan. Dan weet ik dat mijn pa die gaat zeggen, ja, gek, reisbureau. Maar we hebben het met heel veel plezier gedaan. We hebben dit bedrijf eigenlijk van niks tot een redelijk niveau waar toch een aantal mensen werken hier. En iedereen krijgt salaris op tijd. Nee, ik kan niet zeggen van ik heb er spijt van. Integendeel. Hoe is het met de liefde gegaan? De liefde. Ja, dat is ook heel opvallend. Ik kwam hier, geen vriendinnen. Op een gegeven moment ontmoet ik een juffrouw. Dat was dus een nicht van mijn schoonzus. Zij was bij mijn broers schoonzus. Ze bezoekte, dus ik zag, hé, leuk vrouwtje. Nou, toen zijn we een beetje gaan praten, bellen, schrijven. Uiteindelijk was het allemaal stiekem. En ja. Toen werd ze gepakt door de broer van, hey, dit is een brief van die, oh, dit is Gayardine, dat is die. Dus uiteindelijk, of trouwen, of het gaat uit. Dit werd druk uitgeoefend vanuit de familie. Ik dacht bij mezelf, ja, schuldgevoel, hè, een verantwoordelijkheidsgevoel. Dan trouw je. Nou ja, daaruit kwamen 2 kinderen, een jongen en een meisje en een jongen. Dus dat ging prima. Uiteindelijk, na 17 jaar, is het stuk gelopen. Scheiden. Dus had ik, was ik alleen en dan ben je echt een levensgenieter, maar uiteindelijk zoek je toch een stukje stabiliteit. En ik heb liever dat als ik thuis ga, dan is er iemand thuis of je gaat samen naar huis. Dan heb je een partner die dan, je lief en leed praat je, wat heb je meegemaakt en samen eten, samen. Ik vind het ook belangrijk om een partner te hebben, dat geeft me rust. Tuurlijk, je zit de hele dag op de reiskade, 6 dagen, 7 dagen per week. En dan kom je thuis, dan zit je alleen. En ik, vanwege het feit dat ik uit een grote gezin ben, en de familie, dan ben je eigenlijk een familie. Met, je houdt van die herrie van allerlei mensen om je heen. Dus ook al is het maar 1, alleen thuiskomen is niet leuk hoor. Is niet leuk. Het is wel misschien even leuk, vrijgezel, we gaan er hard op. Uiteindelijk wil je toch een beetje stabiliteit. En ja, dat heb ik dus nu. Al vanaf 2000 een vriendin en die helpt ons ook hier. Dus ja, stabiel. Belangrijk partner, ja, absoluut.
En toeval bij toeval kom ik in een bakkerij. Ah, zeg gelijk tegen mij, doe je jas uit, ik kom naar binnen en smeer deze croissantjes maar met eieren. Ja, ik denk, oké. En zo is het gegaan. Een mens wordt bakker of dat zijn vader bakker is geweest, of omdat hij het zelf heel graag wil. Als je achter ons kijkt, daar staan leerlingen die in een klassensituatie dingen heel erg moeilijk en spannend vinden. En die gaan dat oefenen in de praktijk. En dat lukt ze. En daar krijgen ze applaus voor. En die kinderen die groeien in één dag, dat wil je niet weten.